Goedenavond. Wat ontzettend leuk dat jullie er weer zijn. Voor de tweede keer deze avond. Vorige week hebben we Emiel Schrijver gehad. De laatste Social Zoom, de 17e, die Flora heeft georganiseerd en gepresenteerd. En Emiel heeft dat weer een ontzettend geestdriftig verhaal gehouden over Dagadot en de Miguelot Esther. Als je dat nog even wil nazien, als je het gemist hebt, dan kan dat op YouTube. Maar vanavond hebben we een hele bijzondere gast, Gerdy Verbeet. Gerdy, van harte welkom. Ik ben ontzettend blij je te zien. We hebben al een voorgesprek natuurlijk gehad. Ik ben ontzettend trots dat je hier bent. Want dit is mijn laatste Social Zoom in deze serie. En eigenlijk was jij de eerste die ik had uitgenodigd op 5 mei. Meteen na de nationale herdenking op 4 mei. En die heeft grote indruk op me gemaakt. Ik ken Gerdy trouwens al een hele tijd. Gerdy heeft van 2001 tot 2006 in de Tweede Kamer gezeten namens de PvdA. En was onder andere woordvoerder op het terrein van vervolgingsslachtoffers. En vanuit JMW hadden wij regelmatig contact. En met Gerdy, ja, daar was het goed zaken doen. Want Gerdy luisterde. Als ze iets kon doen, dan deed ze het ook. Als dat niet kon, als we te veel vroegen of het was gewoon niet haalbaar, dan kreeg je het ook gewoon te horen. En dat is heel plezierig. Dat ben je niet altijd, hoor je dat van de politiek. Maar Gerdy, recht toe, recht aan. En als ze even iets kon doen, dan deed ze dat ook. Natuurlijk, daarna, in 2006, is ze voorzitter van de Tweede Kamer geworden. Kon ze minder doen, maar misschien achter de schermen is er ook nog wel eens wat gebeurd. Weet ik niet, hoef ik ook niet te weten. En in 2012 ben je gestopt met je werk in de Kamer. En in 2015 ben je voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei geworden. Op 5 mei heb ik dus haar een mail gestuurd. Want ik was ontzettend onder de indruk van die bijzondere nationale herdenking op de Dam. Iedereen, we hebben dat ook met Bernard en Gerdy in het voorgesprek besproken. Iedereen heeft zijn eigen belevingen en emoties rond 4 mei. En ik heb nooit iets gehad met de Dam. Voor mij was 4 mei, helemaal in het begin, het herdenken met mijn ouders. Mijn ouders hadden een avondwinkel in de Utrechtse straat. Die ging om 4 uur open en om 1 uur 's nachts sloten we. Mijn vader sloot tussendoor de winkel nooit, behalve op 4 mei, 7:45. Dan werden de laatste mensen, de laatste klanten, de winkel uitgewerkt. En dan ging de deur op slot en dan kwam hij boven. En dan gingen we voor de erker staan met het hele gezin. En mijn vader was dan volledig verstild en versomberd. En ik zag hem inderdaad denken aan zijn vermoorde ouders en zijn broer en zijn zuster met haar familie. Hij was die dag al heel hele tijd somber. We stonden daar voor het raam en om 8 uur gingen de lichten uit aan. En dan stopte de tram in die smalle Utrechtse straat en de auto stopte en mensen stapten uit en we waren stil. Dat zie je nu niet meer. In Israël is dat nog wel op veel plekken te zien. En dat is een beeld van mij. En later, toen ze stopten met de avondwinkel, ging ik met mijn schoonfamilie, de hele familie, naar de Hollandse Schouwburg. En ook dat was heel bijzonder, is nog steeds heel bijzonder. Want ja, dan zit je daar op die binnenplaats en dan wordt het stil en dan hoor je niks meer. Soms een vogeltje fluiten en dan denk je inderdaad, dan probeer je te denken aan de mensen die je nooit hebt gekend, maar die wel familie van je waren. Maar deze 4 mei, ja, konden we nergens naartoe en zaten we voor de televisie. En dan begin je wat afwachtend. En dan is er een geweldig programma in de Nieuwe Kerk. En voor ons natuurlijk met name het Yizkor van rabbijn Sebach, de legerrabbijn. Maar ook de rabbijn van Amos. Arnon Grunberg, die een bijzonder verhaal houdt. En daarna zie je een hele kleine groep mensen. De koning, de koningin, Gerdy, Femke Halsema. De minister-president, door die volledig verlaten Dam lopen richting monument. En dan wordt er ook een hele memorabele
speech gehouden door de koning. Ik was daarvan onder de indruk en dacht, wat, hoe is dat allemaal gegaan? Want ja, het was een bijzondere herdenking, 75 jaar na de oorlog. Dat het werd ineens in februari werd dat omgegooid. Daar moet paniek, daar moet chaos zijn geweest in het comité. Daar moet ook een heleboel creativiteit zijn geweest. Nou, en dat was de aanleiding om Gerdy te vragen. Ze antwoordde niet op 5 mei, maar dat begreep ik wel. Want ze was overal te zien op dat moment op de televisie en het waren hectische periodes geweest. Tweede helft juni dacht ik, doe het gewoon, ik stuurde weer een mailtje. En diezelfde dag kreeg ik een heel enthousiast mailtje terug. En Gerdy zegt, ja, natuurlijk doe ik dat, vind ik leuk. En als je een interviewer wil hebben, dan wil ik graag Bernard Hammelburg. En toen ging er een mailtje naar Bernard en Bernard zei meteen, ja. Nou, zo is het allemaal gekomen en daarom gaan we nu luisteren naar Gerdy, een interview van Bernard. Mochten er tussendoor toch nog vragen zijn die Bernard niet stelt, dan kunnen jullie altijd via de private chat eventjes een berichtje naar hem toe sturen met de vraag en dan kijkt hij of dat ertussen te voegen is. Bernard, ik doe het over aan jou. Dankjewel, Hans. Ik ben om verschillende redenen vereerd dat ik het mag doen. In de eerste plaats door het gezelschap, maar vooral ook omdat ik met Gerdy kan praten en omdat zij het op prijs stelde om dat met mij te doen. Dat hoor ik niet elke dag van mensen die ik wil interviewen. Er zijn er vaak die dat helemaal niet willen. Maar jij dus wel, Gerdy, en daar komen we misschien nog wel of niet over te spreken. Ik val met de deur in huis. Toen wij dat voorgesprekje hadden met Hans, toen zei ik meteen iets wat ik al eerder tegen je had gezegd en wat echt uit mijn hart komt. En dat was jouw eigen toespraak op 4 mei op de Dam. Ik ben het jaar vergeten, helaas. Toen Hetty en ik jou daar zagen en de eerste woorden van die toespraak, die waren, wat is het verschil tussen deze dag en alle andere dagen? Dat ging ons door de ziel. Dat is een prachtige opening. Dus ik wil eigenlijk beginnen met jou daarnaar te vragen. En dan komen we vanzelf op alle andere dingen. Maar wat had je, toen wij van de week dat voorgesprekje hadden, toen wist je die hele zin nog uit je hoofd. Kun je hem nog herhalen? Ja, het was in 2011 op de Dam. En ik was eind 2010 was ik gevraagd om die toespraak te houden. En ik heb eigenlijk vanaf oktober 2010 tot zeg maar maart, dan moet je ongeveer de tekst inleveren bij het comité, heb ik echt nagedacht hoe ga ik dat doen. En de eerste zin was, op de avond voor Pasen vragen Joodse kinderen aan hun vader, waarom is deze dag anders dan alle andere dagen? En dan vervolg ik vandaag, hè, dus dat was toen, stel ik deze vraag ook. Waarom is 4 mei anders dan alle andere dagen? En ik vond het is een van de moeilijkste toespraken die ik ooit heb gehouden. Omdat je weet dat het een heel bijzonder moment is in de Nederlandse samenleving. Dat je, want meer dan 90% van de mensen doet mee aan de 2 minuten stilte. Het is een van de belangrijkste momenten ook voor heel veel Nederlanders van het jaar. En wordt natuurlijk ook, nou, dit jaar zijn er, toen niet hoor, toen niet zoveel, maar dit jaar hebben zo'n 10 miljoen mensen gekeken naar de dodenherdenking op de Dam. Dus je weet dat het een heel belangrijke toespraak is. En je hebt maar heel weinig tijd. Dus je moet, ik zal het nog eens uit, ik heb het nog niet opgezocht voor jullie, dat zal ik nu meteen doen. Het aantal woorden van zo'n toespraak, dat was, het moest binnen 500 woorden, want ik had maar een kleine 5 minuten. En 100 woorden is 1 minuut. Dat weet je op een gegeven moment allemaal, want ik spreek niet zo heel snel. En dan moet je dus al die woorden goed kiezen. En je bent als spreker op de Dam, ben je een voertuig. Je bent een voertuig voor de emotie die mensen zelf willen voelen, voor hun herdenking. En dan luistert het zo nauw dat iedereen zich voelt aangesproken.
En ook dat je niks zegt wat mensen uit balans brengt op zo'n moment. En toch wil je iets zeggen wat ertoe doet. Dus je wil ook niet niks zeggen. En ik vond het heel belangrijk dat de dingen ook bij name genoemd werden. Want het is natuurlijk heel lang, zeker als het gaat om de herdenking van de Holocaust, is het op de Dam, om zomaar te zeggen, met een beetje meel in de mond gesproken. En ik vond dat we dat niet moesten doen. Ik vond dat we heel duidelijk moesten zijn en zeggen wie herdenken we en waarom herdenken we. En dat ik ook moest duidelijk maken dat er op de Dam, dat heel veel verschillende mensen daar staan, ook met heel verschillende soorten van herinneringen en soorten van rouw en soorten van verdriet. En dat moet je allemaal op een of andere manier erkennen. Dus ik vond het een hele moeilijke toespraak, maar ik vond het ook wel, ja, als je mij vraagt wat was het hoogtepunt van je voorzitterschap van de Tweede Kamer, dan noem ik altijd die toespraak op de Dam, dat ik dat mocht doen. En hoe ben je op die tekst, wat heeft je geïnspireerd om juist op die manier die toespraak te openen? Voor mij is 4 mei precies wat Hans vertelde over hoe dat bij hem thuis ging. Zo ging dat bij ons thuis ook. Ja. Dus wij hadden ook een soort erker. Alleen dan, ik woonde in een deel van Amsterdam wat na de oorlog gebouwd is, in de buurt van de Jan Vergalenstraat. En dan zette mijn vader mij als klein meisje op de vensterbank. En mijn broertje was iets groter, die stond gewoon op de grond. En mijn ouders eromheen. En precies wat jij zei, dan ging het licht aan. En dan, dus, en dat was dus een heel bijzondere avond. En dus je probeert iets van dat gevoel terug te brengen. Jullie weten denk ik wel, de meeste mensen weten wel, dat ik heel erg geïnteresseerd ben in het Jodendom en in de verhalen van het Jodendom. En een tante die in mijn leven heel belangrijk geweest is, was Joods. Dus ik heb er altijd heel veel in verdiept. En ik praat ook voor zo'n toespraak. Ik schrijf hem. Ik word geïnterviewd door iemand die al jarenlang mijn teksten maakt. Maar ik heb er ook over gesproken van tevoren met anderen, met Jacques Wallagen. Ik heb er eens met Leonard Ornstein over gesproken. Dus je probeert ook met Jacques Grishaven natuurlijk. Hè. En ik heb hem ook een aantal mensen van tevoren laten lezen om te voorkomen dat ik toch ongewild iets onverstandigs zou zeggen. Want ja, je moet je altijd goed laten adviseren. En ik wilde dus een zin zeggen die meteen zou raken aan wat voor mij uiteindelijk het allerbelangrijkste geweest is wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. En dat is voor mij toch de uitsluiting van de Joden, de groepsoordelen, uiteindelijk uitmondend in het opjagen, het apart zetten en het vermoorden van zoveel mensen, gewoon om wie ze waren. En dat is voor mij toch het meest, ja, wat deze oorlog onderscheidt van alle anderen. En ik vond dus dat ik daarmee moest beginnen. Ja. Het was een prachtige zin. Je zou kunnen zeggen, Hans had het daar ook al over, en eigenlijk iedereen heeft het erover ook, deze afgelopen 4 mei was wat je noemt anders dan alle andere herdenkingen. En we hebben nu gelukkig de gelegenheid om nou eindelijk eens te horen hoe dat nou allemaal in zijn werk is gegaan. Ja, want jullie werden overvallen door corona. Zeker. Wat was het oorspronkelijke plan en hoe heb je dat nou omgezet tot wat het uiteindelijk is geworden? Nou, alle plannen lagen klaar. Dus dat betekent dat eigenlijk alles was rond op het moment dat het uitbrak. En we hadden juist dit jaar gerekend met veel meer mensen dan anders op de Dam. Dus alles was ingericht om grote aantallen mensen op een verantwoorde manier te kunnen accommoderen. Want we hebben natuurlijk een aantal jaren geleden ook die damschreeuwer gehad. Dus je wil nooit problemen hebben met hekwerk wat valt. Dus dat was eigenlijk allemaal rond. En ik had natuurlijk al begin van het jaar zekerheid dat we een hele bijzondere spreker zouden hebben op de Dam, namelijk de koning.
Dat had ik eind vorig jaar, dus al in 2019, zo'n beetje, echt deze periode in 2019, had ik gevraagd of de koning zou willen overwegen om zelf op de Dam te spreken. Dus dat was jouw initiatief? Ja, dat was mijn initiatief. Het is niet zo dat... Hij belde jou niet op en zei, nee, ik wou wel eens komen praten. Ik heb gezegd, u heeft al een keer eerder gesproken op 5 mei. Er is nog nooit een koning of een koningin geweest die gesproken heeft op 4 mei. Ik zou het heel bijzonder vinden dat u 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, nu er ook nog overlevenden zijn, zowel overlevende veteranen als ook mensen die ooggetuigen, die het meegemaakt hebben, zou ik prachtig vinden als u op de Dam zou willen spreken. Nou, en dat soort dingen gaan dan wel zo dat als de koning om wat voor reden dan ook het niet gedaan had, had ik nooit vanavond verteld dat ik het hem gevraagd had. Hè? Nee. Dat is dan het geheim, dat is dan de vertrouwelijkheid. Want ik kon het doen en ook op die manier, omdat ik eigenlijk spreek de minister-president altijd één keer in de 5 jaar. En ik wist, en ik heb ook eerlijk gezegd niet eens van tevoren gevraagd, dat de minister-president, want zo is onze minister-president, het geweldig zou vinden als de koning het zou doen. En ik wist ook dat ik geen probleem had. Ik zou altijd een spreker hebben op de Dam. Of de minister-president of de koning. Dus dat was prachtig. En ik wist ook ik heb ook zelf Grünberg gevraagd. Dat doen we altijd in het comité, daar wordt gesproken. Er is een bepaalde afwisseling van de sprekers die je kiest. Soms staat het verzet centraal, soms staan de burgerslachtoffers centraal in de kerk. Soms gaat het om de Indische achtergrond. En we hadden wel zo uitgemikt de afgelopen jaren dat op 5 mei 75, op 4 mei 75, de Holocaust en de slachtoffers en die gebeurtenissen ook in de Nieuwe Kerk het thema zouden zijn. En dus ik wist wel al dat ik 2 hele sterke sprekers had. Zowel de koning als ook Arno Grünberg is natuurlijk een hele, ja, hele bijzondere spreker. Maar goed, toen kregen we dus zo langzamerhand eind februari, we wisten natuurlijk al in China, kregen we dat door dat niet zou gaan. Ja, en dat was wel, mijn eerste zorg was eerlijk gezegd, het zal toch niet zo zijn dat de herdenking niet doorgaat. Het moet doorgaan. De dodenherdenking, dat is niet een event, zeg maar, wat niet door kan gaan. De dodenherdenking is een uiting van openbaar rouwbeklag. En daar heb je als samenleving niet alleen behoefte aan, maar daar heb je ook eigenlijk recht op. Maar ik wist ook dat er wel heel veel risico's waren. Want als de koning spreekt de Dam, ja, dan zouden wij spreken nog meer mensen daar naartoe willen komen. Dus ik had de meest bijzondere spreker op de Dam en ik moest tegen iedereen zeggen dat ze thuis moesten blijven. En dat was best ingewikkeld. Dus wie mij die weken daarvoor op televisie heeft gezien, heb ik het ook iedere keer gezegd. Mensen mogen niet komen. Mensen moeten echt thuis voor de televisie zitten en op die manier het meevieren. En ik heb geweldig samengewerkt met de burgemeester van Amsterdam. Ik heb haar ook vanaf het eerste plan overal bij betrokken. En met haar ook afgesproken dat we de dranghekken, zeg maar, zo ver weg zouden plaatsen van de Dam. Dat je van die plekken af ook niks zou kunnen zien. Dus er was ook, het had ook geen zin. Maar er waren toch nog mensen die kwamen en die kregen dan het advies van de politie. Gaat u dan fijn naar huis, want u kunt hier vandaan toch niks zien. En dat is ook gebeurd. Dus er zijn eigenlijk ook nauwelijks incidenten geweest. Ja. Nou ja, en dan moet je... Toen hoopten wij eigenlijk aanvankelijk dat we nog wel bijvoorbeeld met 30 mensen op de Dam zouden kunnen zijn. Want dan hadden we nog alle rollen die vervuld moeten worden op de Dam kunnen vervullen. Hè? Dus dan hadden van, bij iedere krans had er een kranslegger kunnen zijn. En dan hadden we ook nabestaanden kunnen hebben. En ook de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer had ik uiteindelijk geen plek meer voor. Dus ik heb een aantal scenario's gehad. En uiteindelijk is het meest kale scenario, hè, met alleen de koning, de koningin gelukkig,
de burgemeester van Amsterdam, want het is ook de Amsterdamse herdenking, die zijn ooit samengevoegd, die twee. De koning heeft altijd iemand die achter hem loopt, dat is zijn adjudant. En dan achter de koningin liep minister-president Rutte. En achter mij liep de burgemeester van Amsterdam. Ja. Dus we waren met z'n zessen. En geen kamervoorzitters. Wat betekent dat voor een oud-kamervoorzitter? Want die kamervoorzitters is natuurlijk een heel belangrijk symbool dat die er altijd bij zijn. Ja, dat vond ik heel pijnlijk. Ik vond het allerpijnlijkst, eerlijk gezegd, dat de familie die... Je hebt gelukkig hadden we de filmpjes net gemaakt. Dat weekend ervoor waren de filmpjes gemaakt. Dus we konden wel laten zien namens wie de krans gelegd werd. Namens welke groep. En dus in die zin waren de slachtoffers ook in persoon aanwezig. Maar bij de Kamervoorzitters ging dat niet. Dat kon ook helemaal niet meer. Dus er is wel gezegd bij afwezigheid van. Ze werden wel genoemd. En ik heb wel kunnen bijdragen aan meer aandacht voor de herdenking die er in de Tweede Kamer zelf was op 4 mei. Maar ik vond dat heel pijnlijk. Omdat waarom is dat zo'n belangrijk onderdeel voor jouw gevoel? De vertegenwoordiging van het Nederlandse parlement op 4 mei? Omdat gedurende de jaren 40, 45 er ook geen democratie was. Er was ook geen werkende parlementaire democratie. De voorzitter van de Tweede Kamer en daarna ook de voorzitter van de Eerste Kamer hebben gelukkig meteen na de inval van de Duitsers gedacht, wij gaan niet dat bewind witwassen door de Kamer gewoon te laten vergaderen. Die hebben onmiddellijk de zittingen, het heet geloof ik, geschorst. En ze zijn pas op 25 september 1945 weer voor het eerst bij elkaar gekomen. Dus 5 jaar lang heeft onze democratie niet gefunctioneerd. 5 jaar lang hebben we hier een dictatuur gehad. En dat is ook iets om bij stil te staan. En er zijn ook heel veel mensen in het verzet geweest die zich ook om die reden sterk gemaakt hebben voor het tegenwerken en het van binnenuit proberen de Duitsers, de nazi's te bestrijden. Omdat ze vonden dat de integriteit van onze samenleving werd aangetast. En dat onze democratie opzij werd gezet. En onze rechtsstaat. Nou, koning op de Dam, op jouw uitnodiging. Ben je aangeschoven naast hem om samen die toespraak te schrijven? Nee. Ik had... Hoe gaat dat? Hoe is dat gegaan? Was je erbij betrokken? Wist je wat er kwam? Had je een idee? Je vraagt de koning om een toespraak te houden. Ik denk dat hij ongeveer de best geïnformeerde Nederlander is als het gaat om wat er op de Dam... Hij heeft het meest van ons allemaal, heeft hij dit meegemaakt. Hè? Dus hij weet precies hoe het gaat. Hij is zo... goed geïnformeerd ook over de gevoelens in de samenleving. En hij heeft zelf ook een hele goede schrijver. Maar ik denk dat dat de beste speeches zijn als er veel gesprekken zijn tussen de schrijver van het verhaal en degene die het gaat uitspreken. Want het zijn echt zijn woorden. Kijk, het zo opschrijven dat je het goed kunt uitspreken, dat is een vak apart. Maar je kon aan iedere zin horen dat hij zei, ik wil dit zeggen, ik wil dit zeggen, ik wil dit zeggen. En dan moet het natuurlijk ook nog een verhaal worden wat past binnen die 5 minuten, want die gelden ook voor hem. Hè? Ja. En dan moet je dus heel nauwgezet, en dan is het poetseren van zo'n tekst. Maar je kon merken, ook aan de manier, ik heb de koning eigenlijk nog nooit zo goed horen spreken. Het kwam uit zijn tenen. Iedere zin was een zin die hij wilde zeggen, die herhaast uit moest. Ja. Ik stond er dus dicht op en je kon ook, hij was van tevoren zeer geconcentreerd en je kon ook na afloop zien dat hij echt blij was dat hij ook
best stevige dingen heeft gezegd. Ik bedoel, hij heeft best ook laten zien dat hij zelf ook geworsteld heeft. Ik heb hem ook een aantal keren gezien samen met Jules Schelvis, waar hij over sprak. Ik heb ook het voorrecht gehad om met de koning en de koningin samen, toen waren ze nog kroonprins en kroonprinses, aanwezig te zijn bij de heropening van het Nederlandse paviljoen in Auschwitz. Deze mensen kennen alle verhalen, weten precies wat er gebeurd is, kennen de emotie, hebben heel veel overlevenden van de kampen ontmoet. En dat merk je aan zo'n verhaal. Ze weten echt wat er leeft en wat ze willen zeggen. Ja. Wat is de zin die jou het meest is bijgebleven? Ik zal de mijne zeggen. Dat was die zin toen hij dat hele verhaal hield over Wilhelmina. En dat eindigde met een zinnetje van het laat me maar niet los. Of ik weet niet meer precies wat ze woorden, maar dat. Dat zinnetje, ja. Daarvan dacht ik, dit is, om in mijn vaktermen te spreken, de kernboodschap van zijn verhaal. Ja. Het laat mij maar niet los. Ja, nee, ik zit zelf, dat had je me nog niet. dit was niet georganiseerd. Wat uiteindelijk, dus die zin, hè, die ga ik niet herhalen, want die was natuurlijk zo, dat was het meest bijzondere, dat hij, wetend hoeveel respect en bewondering hij heeft voor zijn moeder en voor zijn grootmoeder, dat hij dat, zo heeft gezegd. Dat vond ik, heel, heel, heel bijzonder. Maar wat ik ook wel heel mooi vond, is dat hij zei, oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten, niet normaal maken wat niet normaal is. En ook onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Ja, dat vind ik toch prachtig. En hoe zit het nu met de constitutionele kant hiervan? Want volgens onze grondwet spreekt de koning alleen maar, het staatshoofd, alleen maar teksten uit die op zijn minst zijn goedgekeurd door de eerste minister. Hoe zat dat hier? Ook. Ja, dit is allemaal door Rutte zijn vingers gegaan en heeft hij daar nog met een rood potloodje aangezeten? Nou, dat verwacht ik helemaal niet. Ik denk dat onze minister-president, en dat moet ook zo, daar met hem over gesproken heeft en dat ook kende. Maar Mark Rutte heeft nu zelf recent, afgelopen zaterdag, ja, bij 15 augustus, ook een inkijkje gegeven in zijn Indische familie. Ja, en de lijdensweg van zijn vader, die hij wel heel mooi benoemde. Ja, ja. Dus ik denk dat hij heel goed begrijpt dat de koning dit ook zo wilde zeggen en dat hij daar ook volledig achter stond. Ja. Laten we even praten over die damherdenking, want die bestaat pas sinds 1988. Hè, vroeger, dat heb jij ook heel mooi verteld. Ik geloof in dat prachtige interview met Sander van Walsum in de Volkskrant op 3 mei. Ja. Maar vroeger keken we op de televisie naar de Waalsdorpervlakte. Of we gingen, zoals Hans beschreef, naar een gedenkpunt, naar de Hollandse Schouwburg. En andere mensen gingen naar, in Amsterdam, heel veel mensen die gingen naar het monumentje, prachtige monumentje op de Apollolaan. Zo deed iedereen het op zijn eigen manier. Wat zijn de regels nou eigenlijk? Want je zei, 1 keer in de 5 jaar spreekt de minister-president. Nou, die heeft dan heel aardig zijn plaatsje afgestaan aan het staatshoofd. Maar hoe zijn die regels eigenlijk? Je hebt zelf een keer gesproken. Hoe werkt het? Nou, dus op een gegeven moment, in 86 dacht ik, zijn de herdenkingen in Amsterdam. Dus de Amsterdamse herdenking was op de Dam, bij het monument. Maar de nationale herdenking was eerder, was eind van de middag. Dan kwamen koning en koningin, die legden dan een krans
bij het monument. Maar bij wijze van spreken, de motor van de dienstauto bleef draaien. Hè? Dus dat duurde maar heel kort. Er waren ook maar heel weinig mensen bij. En die gingen dan weer weg. En die waren, daar was eigenlijk een hele kleine herdenking. De Waalsdorper vlakte, dat is de herdenking waar, dat is echt een burgerinitiatief. Dat initiatief is genomen door meneer Drop, die op een gegeven moment een brief gericht heeft aan de regering en gezegd heeft, mijn comité, maar dat was alleen maar een vrouw, zijn eigen vrouw en een vriend, wil een herdenking, een nationale herdenking organiseren, zou u daaraan mee willen werken? Nou, dus men dacht aan een heel comité, weet je wel, maar er waren dus maar 3 mensen die dat allemaal georganiseerd hebben. En dat is dus heel lang, is die herdenking op de Waalsdorper vlakte, ook met die klok, is echt het televisiemoment geweest. En vanaf die samenvoeging van die 2 herdenkingen is dat moment is om 8 uur gegaan. En omdat het een samenvoeging was van de nationale herdenking en de Amsterdamse herdenking, is toen afgesproken dat de burgemeester van Amsterdam mag 2 keer per 5 jaar het woord voeren. De minister-president 1 keer per 5 jaar. En 2 keer per 5 jaar mag het comité zelf iemand voordragen. Dus dat is wel eens, Kim Putters heeft een keer gedaan, ik heb het een keer mogen doen. Jet Bussemaker heeft een keer mogen doen. Mijn voorgangster Jeltje van Nieuwenhoven heeft ook een keer mogen spreken op de dag. Abu Talib herinner ik me ook. Abu Talib, dat was heel bijzonder. Die heel bijzonder. Mijn eerste jaar, want ik kon toen niet in Rotterdam, dus die heeft toen, was een beeldverbinding met Rotterdam, omdat hij in Amsterdam sprak. Was ook een geweldige toespraak. En Abu Talib is ook een beetje van Amsterdam. Ja, want hij is ook hier toch wethouder geweest, dus dat vond ik ook mooi. Dus zo gaan die dingen. Maar die beschreef heel prachtig hoe die uit een milieu kwam waar het bestaan van de hele gebeurtenis helemaal niet bekend was. Ze wisten eigenlijk, waar hij vandaan kwam, had eigenlijk niemand ooit van de Tweede Wereldoorlog gehoord. Laat staan van de Holocaust of andere dingen. En dat legde die. Het is een opmaat naar een vraag die in dit gezelschap zeer speelt. En dat is deze. Waarom, laten we zo zeggen, aan het begin toen Nederland begon te herdenken, speelde het lot van de Joden in die herdenking niet echt een grote rol of bijna helemaal geen rol. Dat is op een bepaald moment ingekomen. Gelukkig, de Holocaust en het lijden van de mensen in Indonesië, het verzet, het lijden van het Nederlandse volk in de Tweede Wereldoorlog, heeft terecht veel meer nadruk gekregen. Maar daarnaast heb je die hele trits van conflicten die nu spelen en gespeeld hebben en ooit gespeeld hebben, misschien ooit nog zullen spelen. Dat daaraan ergeren heel veel mensen zich, zeker in het gezelschap dat je nu toespreekt. Dus leg dat beleid eens uit. Ja, het is in 19... Ik ga even een lampje aan, want het wordt hier een beetje donker in huis. Het lijkt me een uitstekend moment. Ja. Oh, dat is één momentje. Moet ook nog wel elektriciteit hebben hier. Excuus hoor. Het is allemaal een beetje een hoop signaal, hè? Zo is het. Ja. Zo, ik hoop dat je me nu weer iets beter kunt zien. In 1961 is vastgelegd, dat is dus ver voor onze tijd, maar dat is al heel kort na de oorlog, dat ook militairen die het leven verloren hebben bij andere, dus bij missies en uitzendingen, dat die ook herdacht zouden worden op de Dam. Dus dat betekent dat er ook ouders en partners die hun geliefden bij andere missies hebben verloren. Ik heb zelf in de Kamer een flink aantal keren militairen moeten vertellen dat er militairen omgekomen waren in Afghanistan, toen wij in Uruzgan zaten. En ook die jongelui worden, of soms, het zijn bijna altijd wel jonge mensen, worden herdacht op de Dam. Die krijgen op dezelfde manier aandacht als de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Alleen dat zijn verschillende groepen.
En dit is op de Dam, zeg maar, één krans die gelegd wordt namens deze groepen. Ja, maar goed, er is ook nog maar, ik geloof wel, maar één krans die wordt gelegd voor de Holocaust. Ja, en één krans... Van de 10 of wat zijn dat er? Hoeveel zijn dat er? Vijf ja. Kransen die gelegd worden namens groepen, namens de Indische slachtoffers, de Europese burgerslachtoffers, de slachtoffers van de Holocaust en het verzet. Dus er zijn, en dan één krans ook van deze groepen. Ja. Maar weet je, of dat nou ooit verstandig geweest is in 1961, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat als je dat al zo lang op die manier doet, dan is dat voor de nabestaanden van die groepen, kan je dat ook niet meer terugdraaien. Nou, maar je zou het kunnen veranderen. Er zijn verschillende mensen geweest in Nederland in de loop van de jaren die dat hebben voorgesteld. Maak een veteranendag of maak een andere dag speciaal voor die mensen. Dan doe je ook die mensen meer eer. Nee, degene die het betreft voelen dat niet zo. En dat is ook een... Nee, maar de mensen die het meest tobben over de Holocaust en alles wat daarmee te maken hebben, die vinden dat wel een hele goede oplossing. Ja, snap ik. Ja. Maar dit is wat het is. En ik denk als je iets al 60 jaar zo doet, dan denk ik dat je soms ook dingen moet accepteren. En ik denk dat vergeleken met 1961, de precisie en de mate waarin we juist steeds, neem het verhaal van Grünberg ook, gewoon heel goed overbrengen wat er toen gebeurd is. We weten nu ook nog meer dan in 1961 wat er allemaal aan verschrikkingen zijn geweest. Hè? Dat is veel bekender geworden, ook door alle films die erna gekomen zijn. De mensen met wie ik nu spreek weten het uit hun familieverhalen. Maar daar werd vaak in de families al liever maar niet over gesproken. Dus dat werd allemaal veel duidelijker. En dat vind ik in de loop der jaren. Hè? Dus ik denk dat het heel goed is dat we op de Dam daar veel explicieter over zijn dan over de feiten, over de cijfers, over de schande, over de vernietiging van de poging van Hitler om het Joden en van Nazi-Duitsland om het Jodendom te vernietigen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En hoe dat gegaan is. En dat, ik vind zelf dat we dat heel goed herdenken op dit moment op de Dam. En ik vind ook dat het Nationaal Comité doet ook zijn uiterste best om ook de Holocaust-herdenking in het Wertheimpark, om die ook heel goed te ondersteunen. En ook die wordt nu rechtstreeks uitgezonden. Dus er zijn een aantal momenten, maar ik vind dat het ook op de Dam, dat wij de dure plicht hebben om ieder jaar opnieuw aan iedere jongere die dan misschien voor het eerst kijkt, aan iedere nieuwkomer in Nederland die voor het eerst, iedere keer duidelijk te maken wat er gebeurt, waarom er gebeurt. En daarom hebben we ook die persoonlijke getuigenissen en in de kerk, maar ook in die filmpjes op de Dam, om mensen echt heel precies te vertellen hoe verschrikkelijk het is wat er gebeurd is met de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, je zou kunnen zeggen, de koning die hield zich wel alleen maar bij dat ene onderwerp. Ja, en Grünberg ook. En Grünberg ook, ja. Ja, dat is waar. Oké, ander onderwerp wat hier veel mee samenhangt. Er wordt ook eindeloos over gepraat. Ik wil graag je mening horen. Zou jij ervoor zijn om, ik noem maar wat, Angela Merkel uit te nodigen? Wanneer? Op 4 mei. Nee. Of de ambassadeur. Die discussie is ook gevoerd. Nou, de ambassadeur mag voor mij best in het publiek staan. Maar het is een nationale herdenking. Juist. Kijk, als een man behoefte heeft om daar gewoon te komen, dat is... Maar, en ze worden op 5 mei allemaal uitgenodigd, hè? Maar op 4 mei, want nu hadden we ook Angela Merkel op 5 mei uitgenodigd. Om juist een gesprek met jongeren te hebben over oorlog en vrede. En ze heeft eerder gesproken over dit thema. Gauck heeft ook op 5 mei een keer gesproken. Hè? De president, ja. En beide zijn op andere momenten ook zeer open in hun schaamte en verdriet en hun berouw over wat er gebeurd is. Dus dat, maar op 4 mei niet. 4 mei is een nationale herdenking.
dat is van ons. Ja, dat is van iedereen die in Nederland woont. En met wie wij samen willen herdenken onze de slachtoffers die we berouwen. En dat is van ons. Je had het al over, ik noemde even dat prachtige interview met Sander van Walsum in de Volkskrant. Het thema was een beetje, wat zijn dan mijn woorden, de sterfelijkheid van de overlevenden, maar ook de noodzaak om door te gaan met herdenken. Je zei dat net ook al. En ik citeer één ding letterlijk, op de Dam zullen we ook in de toekomst vooral de Tweede Wereldoorlog moeten blijven herdenken. Daarbij kunnen we niet volstaan met dankbaarheid voor onze vrijheid, maar zullen we strijdbaar moeten zijn. Leg uit. Nou, wat moeten we doen? Wat is onze taak? Waar zit die oproep voor strijdbaarheid in? Nou, omdat ik denk dat wat er toen gebeurd is, zeg maar, hè, als het, of het nou gaat om de Holocaust of het gaat om een bezetting het buiten. Zeg maar, we moeten kijk, mijn vader, zeg ik heel eerlijk, liep voor de oorlog met een gebroken geweertje. Mijn vader was pacifist. Daar heeft hij de rest van zijn leven spijt van gehad. Ja. Omdat Nederland niet voldoende voorbereid was op de inval van de Duitsers. We hadden oude spullen. We hadden gedacht dat we ook, net als in de Eerste Wereldoorlog, weer neutraal zouden blijven. Dus dat is een drama. De staat waar het Nederlandse leger toen in verkeerde. Dus kijk, ik hoop ook dat we willen allemaal het liefst geen oorlog. Maar het helpt wel om een beetje voorbereid te zijn. Ook om de ander, die misschien geen goede bedoelingen heeft, te overtuigen dat ze daar niet aan moeten beginnen. En dus dat is iets waar je dus je moet niet aan jonge mensen de suggestie wekken dat vrijheid gratis is. Maar je moet ook iedere keer jonge generaties en nieuwe mensen uitleggen dat je nooit groepsoordelen mag hebben. Dat antisemitisme levensgevaarlijk is. Dat racisme levensgevaarlijk is. Dat je een rechtsstaat hebt die je moet respecteren. Dat je niet alleen de rechtsstaat kan respecteren als het jou goed uitkomt, maar dat de rechtsstaat en de politie, de uitvoerende macht, recht hebben op respect. Dus en je moet je dus ook ik hoop dat mensen, je kunt altijd kritiek hebben op de politiek, hè, op de parlementaire democratie, maar ik zie niet zo gauw een systeem wat beter is dan dat. Nee, dat zijn de woorden van Churchill, hè? Maar je moet je er wel mee bemoeien. Het is niet best, maar we hebben niks beters. Nee, het is soms een beetje een modderig proces, maar het gaat er uiteindelijk om dat je met elkaar een competitie van het beste idee krijgt. En dat je ook bereid bent om compromissen te zoeken. Je had het al over je vader verschillende keren, zijn gebroken geweertje, daar waar hij spijt van had. En ook, er staat ook in het interview dat hij woest was als hij merkte dat mensen tijdens die 2 minuten stilte doorreden of ze er niet aan hielden. Ja. Dus vertel iets over het ontstaan van je eigen fascinering in de familie waar je uitkomt. Nou ja, ik denk dat het... Toen ik jong was, was dit nog eigenlijk nog geen geschiedenis. Hè? Het was voor de mensen gewoon hun eigen leven. Dus je, als kind zat je erbij onder de tafel, hè, en luisteren waar de volwassenen het over hadden. Ik denk dat toen ik opgroeide, ik ben van 51, toen was de honger natuurlijk nog echt een ding. Hè? Dat eten, dat was in Amsterdam een... Dat was net van de bom toen jij werd geboren. Nou, nog niet eens alles. Nee. Bij ons kwam de soepkar nog door de straat. Omdat mensen soms toch ook kleine inkomens hadden. En dan geholpen waren met een pan soep die ze voor weinig geld bij zo'n kar konden halen. En dan hoefde je dat alleen maar warm te maken. En dat was dan toch weer wat goedkoper. En ja, dus dat is het. En dan de verhalen natuurlijk. Aanvankelijk begreep ik er niet veel van. Dus je probeert het allemaal te combineren. En ik heb wel eens eerder in een verhaal dat mijn vader heeft heel jong... toen was hij net 40, heeft hij een hersenbloeding gehad. En toen is ons gezin op sleeptouw genomen
door een moeder van een leerling van mijn moeder. Mijn moeder stond altijd voor de klas, heel bijzonder, maar die heeft altijd gewerkt. En die moeder, dat was tante Johanna Blanes. En dat was dus een Joodse vrouw met een onderduikachtergrond. Met haar zoon is kort na de oorlog geboren. Zij vertelde dan wel. En dat dus al die fladden, dat ze hem bijvoorbeeld niet hadden laten besnijden. Want ze vonden dat het maar beter was dat hij niet herkenbaar Joods was. Want daar hadden ze natuurlijk de risico's inmiddels nog heel goed van op het netvlies. En die tante Johanna, die heeft ons gezin enorm geholpen met een ander huis. Want mijn vader kon naar die hersenbloeding geen trappen meer lopen. Wij woonden 3 hoog, 4 hoog zelfs. En ik ben er pas naderhand, of toen was ik dus een meisje van 7. En met 10 zijn we naar een benedenhuis verhuisd. Dus mijn vader heeft al die jaren toch nog, kon hij eigenlijk niet veel doen. En zij is echt de zon in mijn leven geweest. Mijn moeder was bloedserieus en tante Johanna maakte jurkjes, kocht cadeautjes, allemaal dingen die meisjes leuk vinden, boeketreeks boekjes. Vond mijn moeder allemaal veel te oppervlakkig. En dat kon ik daar allemaal lezen. Dus dat was zo'n belangrijk iemand. En toen langzamerhand kreeg ik steeds meer, ook door de verhalen van mijn ouders, want daar werd je als kind vroeger niet zo bij betrokken, wat er allemaal gebeurd was. En pas op de middelbare school kreeg ik het verhaal van de concentratiekampen en van de Holocaust. En hadden wij op school een tentoonstelling, De Mens, Den Mens, een Wolf. Toen heb ik voor het eerst zo'n kamppak gezien. Ja. En toen kwam die serie van Lou de Jong. En toen combineerde ik dat met die verhalen van mijn tante Johanna. Die dus, zeker om Gabi, veel familie ook verloren had. Maar eigenlijk alleen maar vierde dat ze leefde. En dat, zulke mooie feesten mochten we komen. Dus voor mij is dat altijd zo'n wonder geweest. Hoe iemand die zoveel meegemaakt heeft. Levensvreugde, is dat het? En wat zeg je? Levensvreugde. Levenslust. Ja. En zo lief en zorgzaam. En ja, dat heeft mij genoeg energie gegeven voor de rest van mijn leven. En toen ik Kamerlid werd, mocht ik kiezen wat voor portefeuille ik wilde doen. En toen heb ik dus zelf gekozen om de oorlogsslachtoffers te doen, oorlogsgetroffenen te doen. En dus niet de veteranenkant deed ik, maar de oorlogsslachtofferskant. En dus inclusief ook de slachtoffers van de Holocaust. En wat me toen overkwam, ik werd gebeld door een mevrouw, Trop, dat ze met mij wilde spreken. Ze kwam uit Israël en we hebben toen een heel goed gesprek gehad. En zij vroeg mijn aandacht voor de problematiek van de tweede generatie Joodse slachtoffers, zeg maar, de tweede generatie in Israël. Omdat heel veel van de jonge mensen daar last hadden van het oorlogsverleden van hun ouders. En veel psychische hulp moesten hebben, omdat ze gewoon heel veel problemen hadden. Maar we hebben allemaal allemaal die boeken van Amos Oz hebben gelezen. We weten waar het over gaat. Hè? Dus ik ben haar gaan helpen. En aan het eind van het eerste gesprek met haar legt ze een visitekaartje voor me neer. En toen heette ze Lidie Trop Montesinos. En toen bleek ze dus een familie van mijn tante Amsterdam. Johanna Blanes Montesinos. Mijn tante Johanna heette ook Montesinos van de meisjesnaam. En toen had ik zo het gevoel dat ik zo'n goede beslissing genomen had om mijn energie als Kamerlid vooral hier aan te besteden. Om iets goed te maken. Ja, dat kan natuurlijk niet, maar om in ieder geval te zorgen dat je het maximale doet om te zorgen dat de Joods gemeenschap weer zich kan herstellen, weer op getal kan komen, weer mee kan doen, weer toekomst heeft. Ja.
Het probleem speelt, zoals je weet, in Nederland onder de tweede generatie ook. En derde. En derde, zeker. En gelukkig dat daar nu ook wat meer aandacht voor is. Je had het over allerlei kwesties die jou door toeval, nu beschreef je alweer een toeval, hè, die mevrouw uit Israël, dat, ja, hoe toevallig kan het wezen? Ja. Dicht naar het Jodendom bracht, in elk geval veel begrip voor bracht. Nog even, tenslotte, je doet een heleboel dingen in het bestaan dat je nu hebt. Je hebt een aantal commissariaten. Ik zag ook iets staan, maar ik ben het nu vergeten. Ik heb het niet meer in mijn hoofd. Maar jij zei straks in het verdedigen van de democratie dat je daar ook, daar zit ook een defensiefactor in. En ik zag in de lijst van functies die je hebt dat je een adviseur bent op het gebied van defensie en veiligheid. Wat is dat precies? Nou, ik ben als dochter van een vader met een gebroken geweertje. Ja, dat is wel een van de dingen die ik misschien doe om toch ook iets terug te geven. Het is zo dat er nogal wat incidenten geweest zijn. Jullie misschien de mortiergranaten in Mali en de met een schietbaan en zo. En toen heeft de minister gevraagd of ik voorzitter wilde zijn van een commissie. Ik heet het officieel Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid, om te kijken of nou serieus gewerkt wordt aan het verbeteren van de veiligheidscultuur, zeg maar, de structuur, of Defensie wel voldoende aan werkt in de organisatie, om te zorgen dat ze zo veilig mogelijk werken. En ik heb nu twee keer een rapport daarover uitgebracht. En nou ja, je ziet wel dat mensen ontzettend hun best doen, maar zeker het eerste jaar kan je ook wel zien dat zeg maar 30 jaar lang bezuinigen natuurlijk ook wel zeg maar oude spullen zijn natuurlijk ook hebben ook wel problemen als het gaat om de veiligheid. Als je kijkt naar de voertuigen waar de mensen soms nog mee moeten rijden, dan denk je, ja, dan kan je toch wel zien dat er een lange tijd niet geïnvesteerd is in die bedrijfstak. Maar er is ook, er moet ook beter aan de opleidingenkant nog gewerkt worden. En er zit natuurlijk ook wel zeg maar de cultuur om ook te durven zeggen, nee te zeggen. Als je zegt van, nou, ik vind het echt onverantwoord om het te doen, moet je ook zeg maar soldaat kunnen zeggen van ik vind dat we weer die moet ook tegen de mindere moet ook tegen de meerdere durven zeggen. Vind ik een ingewikkelde hoor. Er is pas geleden een helikopter neergestort van een type dat voor mensen die daar een beetje verstand van hebben bekend staat als de vliegende Vira. Zo slecht is die. En die houdt defensie gewoon in de lucht. Als je nou als bemanningslid van zo'n ding zegt, ik ga daar niet in, want hij staat slecht bekend, dan weet ik niet of de dienstdoende officier dat op prijs stelt. Ja, maar toch hoort nee zeggen er wel bij. Dus het, ik denk niet dat nou goed, ik ga niet hier daar al te diep op in, maar wij proberen te stimuleren dat men serieus kijkt, heel serieus kijkt en ook nee zegt en dat gebeurt ook echt. Er zijn ook wel situaties waarin men zegt, nou, wij kunnen op dit moment bijvoorbeeld als het gaat om internationale oefeningen, met alle inzet die we elders al hebben, kunnen we dit niet leveren. En dan moeten ze dat ook goed. Dan moet je het ook niet doen, precies. En dat moet men doen. Eén dingetje nog. Op dat lijstje commissariaten staat ook Unilever. Ja. Kunnen we erop rekenen dat jij er persoonlijk op toeziet dat bedrijf niet uit Nederland verdwijnt? En is zo'n kolossale fiscale boete die nou in het vooruitzicht is gesteld, is dat nou voldoende? Ja, kijk, weet je, ik zit er als commissaris om te zorgen dat er continuïteit is voor het bedrijf, voor de medewerkers, dat men de wet goed volgt, dat men zich echt houdt aan de wet. Dat er een goede reputatie is, dat men het werk goed doet. En wij waren er natuurlijk ooit ook voor dat het hoofdkantoor naar Rotterdam zou komen. Ja. En toen vonden we het dus heel belangrijk dat er toch één hoofdkantoor zou zijn. Ja, nu is dat de andere kant opgegaan. Dus
dat maakt de discussie wel een beetje ingewikkeld. Maar dat de Nederlandse regering, dat er zo'n wetsvoorstel, want het is nog maar een voorstel, hè, er is om te zeggen van ja, maar wij hebben ook als Nederland heel veel geïnvesteerd in dat bedrijf. Men heeft heel veel profijt gehad van het feit dat men hier zo lang is geweest. We willen eigenlijk daar wel een factuur voor sturen als ze weggaat. Ja, ik weet niet of het kan. Ik weet niet of dat wettelijk kan. Maar ik vind het wel, een reëel voorstel dat men dat eens wil onderzoeken. Ja, het is een beetje Trumpiaans, zou ik maar zeggen, om zo te redeneren. Maar wie weet. Ik krijg één vraag van, als ik goed zie, Aaron Polak. In West-Europa heeft al meermalen private beveiliging van Joodse gelegenheden aanslagen weten te voorkomen. Joden betalen jaarlijks een vermogen aan hun beveiliging. Is dat geen taak van de overheid? Nou, er worden ook veel Joodse objecten beveiligd door de marechaussee. Dus ik denk dat daar zeker ook een taak voor de overheid is. Maar volgens mij, het zal vast nog meer kunnen. Maar ik vind dat er zeker ook een taak van de overheid is. Maar ik denk dat je soms ook zelf dingen moet doen. Dat is in Nederland een tamelijk omvangrijke operatie. Ook in Joodse handen. En die schreeuwen om geld. Dat krijgen ze ook soms wel en soms weer niet. Het gaat ook om het principe. Als je zegt, de belangrijkste taak van een overheid is zorgen dat de burgers veilig zijn. Dat is volgens mij de allerbelangrijkste taak. Zeker. Ja, en volgens mij wordt dat ook met mannenmacht geprobeerd om dat te doen. Goed, nou Gerdy, we zijn al, jeetje, ik denk dat we al zo ongeveer een uur bezig zijn. Dat is extreem lang. Ik zie ook verder geen vragen meer. Er kwam er nog wel eentje hoor over dat gevoel van algemeen herdenken of voornamelijk aan de Holocaust. Maar het is eigenlijk een beetje, met alle respect voor de vraaggesteller, een beetje een herhaling. Dus ik neem de vrijheid om die over te slaan. Ik wou je heel hartelijk danken. Ik vond het, zei ik al, een eer en genoegen om met jou te mogen praten. En helemaal al dat het jouw voorstel was om het op deze manier te doen. Ja, en ik wilde ook Hans en Koem Soeys heel hartelijk bedanken voor de gelegenheid die wij samen hebben gehad om over deze belangwekkende dingen te praten. Dankjewel. Ja. Nou, ik wil jou ook heel erg bedanken voor dit gesprek. Maar ook voordat jij mij heel lang geleden de moed gegeven hebt om een politieke carrière te ambiëren. Ja, onze wegen gaan een tijdje terug. Dat is zo. En ik ben blij dat je het hebt gedaan. En ik vind het heerlijk om weer naar je te luisteren. Okay, dus nogmaals, heel hartelijk dank. Graag gedaan. Op het laatst komt daar nog een nieuwtje. Bernard, die de carrière van Gerdy heeft beïnvloed. Wat een ontzettend mooi interview. Gerdy, ik wil je ontzettend bedanken. Het is precies zoals ik begon. Je bent heel diplomatiek, maar ook heel duidelijk. En als je mening hebt, dan zeg je hem ook. Ook in een gezelschap waar dat misschien wat moeilijker ligt. Ontzettend te waarderen. Heel erg bedankt dat je dit hebt willen doen. Bernard, jij natuurlijk ontzettend bedankt dat je weer hebt willen interviewen en zo'n mooi interview hebt gehouden met Gerdy. We sluiten, zoals ik al zei, deze reeks af. Het is een hele bijzondere ervaring geweest om dit te doen, want ja, je kan dan van alles hebben gedaan in de loop der jaren bij JMW, bij andere organisaties, maar het organiseren van dit soort bijeenkomsten is toch weer wat anders. Ik wil ontzettend iedereen bedanken, alle gasten die we hebben gehad, alle interviewers die we hebben gehad. En vooral natuurlijk een aantal hele trouwe mensen die hebben ingezoomd of via YouTube hebben gekeken. Allemaal ontzettend bedankt. Ik weet dat de NIAS dit op een of andere manier wil voortzetten. En Ruben Trooswijk die wil daarover ook nog eventjes iets zeggen en dan gaan we hem even de microfoon geven. Hans, dankjewel. Heel kort, laat ik zeggen, je begon zelf al dat jullie 18 mei zijn begonnen. En ik wilde toch heel even van deze gelegenheid gebruik maken om Hans en Flora meer dan ontzettend te bedanken. Niet alleen omdat jullie het met zo'n fantastische inzet hebben gedaan,
maar ook de uitkomst, de kwaliteit van elke Zoom-sessie, van elk interview, of jullie het nou zelf deden, of Bernard, of Frits. Het was fantastisch. Ik was zelf een paar weken op vakantie en heb ik ze later teruggekeken. Dit was zo'n ongelooflijk succes dankzij jullie, dat laat ik zeggen, ik niet kan uitdrukken hoe groot onze dankbaarheid is dat jullie het hebben gedaan. En voor de mensen in deze Zoom die niet alles hebben gezien, jullie moeten echt naar de YouTube-kanaal om alles te kijken. En ik bedoel ook echt alles. Soms denk je dat is een onderwerp, weet je, over Ex Libris spreken wij misschien niet aan. Maar ik kan u vertellen, het was een fantastische Zoom. Roxanne van Ypres met Frits Barend, een fantastische Zoom en noem maar op. Dus Hans en Flora, fantastisch, hartelijk dank. Ruben, ontzettend bedankt. Ik denk dat dit ook een prachtig initiatief is geweest van de NIS om tijdens de corona en zeker in de eerste weken dit te organiseren. Jullie gaan verder kijken. Iedereen heel erg bedankt. Ik ga deze opname afsluiten en ik ga iedereen unmuten. Want dit is ook een sociale bijeenkomst natuurlijk. En voor degene die dan nog even wil schmoezen, die kan nog even verder schmoezen. Ja. Ik had nog één gedachte. Dit is nu de tweede keer dat ik dit heb mogen doen. Jongens, wat verlang ik naar een moment dat jullie kunnen zeggen, we gaan dit doen, maar gewoon lekker in een zaaltje. Ja. En Gerdy en ik mooi aan zo'n presentatietafeltje. En dan publiek gewoon in een zaal. Oh. Ik kan niet wachten totdat die tijd weer terugkomt. Ja, ik dus bij je bezigheid dan altijd, je mond zal koekjes eten. Zo is het. Maar we moeten ook zeggen dat deze vorm, deze Zooms, ontzettend mooi zijn in deze periode. En ook ontzettend veel mensen kunnen bereiken. We hebben ook bezoekers uit Israël gehad, uit andere landen gehad. Dus dat is weer de andere kant. Maar je hebt gelijk, we moeten weer terug naar normaal. Ik ga de opname stoppen en ik ga jullie unmuten. Dankjewel.